De evolutie, natuurlijk heel simpel gelinkt aan internet. Laten we zeggen, nu, als ik even terugkijk bij mij, uh, ongeveer twintig jaar nu, niet eens gewoon. In mijn vroegere jobs denk ik dat ik er eens rond 5, 96 pas te maken kreeg met internet, met e-mail. Uh, dus zo jong is het nog wel. Uh, maar de vraag wat de invloed daarvan is op, op de job van platenbaas, is ook weer gewoon, terug wel weer invloed op het algemene verhaal van wat ik allemaal doe dan rechtstreeks op dat woord gewoon, Blatermaes gewoon. En dan heeft het natuurlijk vooral invloed op... Uh, ja, eigenlijk op, toch op alle fronten. De E&R gewoon. Uh, ja, vroeger, als, als internet niet bestond, gingen banden misschien demo's opnemen. Rondsturen, cassettes bezorgen, in het beste gevallen... Uh, keer naar repetitie gaan. Natuurlijk gaat dat nu via bepaalde kanalen... ...allemaal internet zijn gewoon. Of het dan wedstrijden zijn die er zijn, van Hume of Studio Brussel... ...of uh, de eigen poppunt, de eigen vibe gewoon. Of dat ik het binnenkrijg via een connectie waar ik een soundcloud of een link naar een bandcamp krijg. Dat is een positief iets gewoon. Dus daar evolutie, internet, volledig positief. Sneller en makkelijker. Aan de promo-kant, gewoon, uh, waar ik met te maken krijg. Promotioneel werken met internet, Allee, alleen maar positief. Uh, heel handig. Productie nog maar even buiten beschouwing gelaten. Ook heel handig. Alles opladen gewoon. Het enige natuurlijk negatieve waar iedereen over klaagt is dat sinds de komst van internet. Natuurlijk, de muziekindustrie is veranderd. Ik zeg letterlijk het woord veranderd, want ik zeg dan zelf niet uh, slechter geworden. Waar veel mensen wel gaan klagen en gaan klagen over, plaatverkoop loopt terug, absoluut waar, is gewoon een, een feit en een gegeven. Daar kan je veel over klagen of veel mee leven en vaststellen dat het bestaat en nadenken van hoe ga ik ermee om of hoe kan ik het misschien proberen te gebruiken gewoon naar de toekomst toe.